Het ijs van het Druutens Bosje is nog niet dik genoeg om op te schaatsen, maar in de Hatertse en Overasseltse vennen kunnen de eerste fanaten zich al wel op het ijs wagen. De dikte van het ijs was maandag nog dubieus, maar de vorst van afgelopen nacht lijkt veel goeds gedaan te hebben. Hier en daar kan er al op het natuurijs geschaatst worden. De schaatsliefhebbers vrezen momenteel voor de voorspelde sneeuw. Een sneeuwlaagje op het ijs zorgt namelijk voor isolatie, wat de ijsvorming belemmert.